Dag Laurens, op 22 september tijdens de DC on Tour bijeenkomst bij de Green Village heb jij een presentatie gegeven over power capacity. En daar willen we nu wat dieper over in gesprek gaan. Het thema van die DC on Tour bijeenkomst was infrastructuur, kabels en openbare verlichting. En nogmaals, jij ging in op het onderwerp power capacity. Vooral aan de hand van de case Zoetermeer waar je bezig bent. In de laatste sheet die jij daar liet zien, waren je conclusies. Daar had je het over, heb je drie dingen genoemd. Dus aan de hand daarvan zou ik graag het gesprek in willen gaan. Het eerste was beter gebruik van de huidige infra. Het tweede was het toenemen van de capaciteit van het netwerk. En het derde was EV-laden aan de lantaarnpalen. Dat waren je drie conclusies aan de hand waar je presentatie had opgebouwd. Ik denk ik begin bij de conclusies en dan gaan we dan weer terug en er wat dieper op in. Voordat we daaraan beginnen, wat was jouw gedachte toen je aan dat project begon bij Zoetermeer? Wat was de aanname? Nou, helemaal in het begin kwam dus de gemeente met de vraag van oké, we hebben hier een openbaar verlichtingsnet en wat moeten we ermee? Wat was toe aan vervanging? Normaal gesproken zou je zeggen, precies, het was 50 jaar oud. Normaal gesproken, dat is helemaal afgeschreven en in principe is dan de vraag, ja, is het nog goed? Moet het vervangen worden? Moet iets nieuw? Maar vooral de vragen die eigenlijk opkwamen was van, je hebt natuurlijk de hele transitie naar LED-verlichting. En dus dat moet allemaal gebeuren. En dan is de vraag, ja, als je dat doet, ja, zijn er nog meer dingen die er moeten? En deze kwam daar natuurlijk als vraag op duiken, want LED-verlichting is natuurlijk gelijkspanning intern. En dan kun je natuurlijk die gelijkspanning in elke lantaarnpaal maken of één keer en dan gewoon alles met een op de kabel met gelijkspanning werken. En de andere vraag die de gemeente had was in het kader van de energietransitie, kan er nog meer met die infrastructuur? En daar hebben we destijds, dat is nu al 4 jaar geleden, hebben we ook samen met CityTech en de Stichting Gelijkspanning Nederland, zijn we begonnen daarna te kijken van wat kan er met die kabels. En dan vooral ook kijken naar hoe ziet het er concreet uit, zo'n openbaar verlichtingsnet. En in het geval van Zoetermeer is dat dus een apart openbaar verlichtingsnet, wat onafhankelijk is van het distributienet, wat een eigendom is van de gemeente. En een interessant aspect daar is dat ook dit net een vermaaste structuur heeft. Wel radiaal bedreven wordt, maar in principe komen de meeste kabels uiteindelijk ergens waar in een kast terecht, samen met andere kabels. Ja, want dat is het radiaal gedrevene? Uiteindelijk, precies, als je het radiaal hebt, dan heb je gewoon, precies, dus radiaal betekent dat je van één punt uitgaat, ja. Net zoals een boom, zeg maar, ja. Takjes die ergens eindigen. Ja. En als je een vermaaste structuur hebt, dan betekent dat het einde van die weer ergens in een kost samenkomt met andere kabels. Eigenlijk dus een spinnenweb aan twee aansluitpunten, zeg maar. Precies, en niet per se alleen maar met twee aansluitpunten, maar het kunnen heel veel zijn dat je echt een vermaast net hebt, allemaal met elkaar verbonden. Ja. Maar dat is wel zo opgebouwd, maar in AC-geval wordt het radiaal bedreven. Dus die kabels die komen ergens uiteindelijk in een kast terecht, maar daar zijn ze niet verbonden elektrisch. Dus de energie komt nog altijd alleen van één kant. En ja. Dus eigenlijk wordt het vermaaste net bedreven als een radiaal net. Ja. Waarom is dat ooit zo aangelegd? De reden daarvoor is heel simpel. Het gaat gewoon om
de snelheid, hoe snel je de openbare verlichting weer op orde kunt brengen als er iets misgaat. Dus als er een bagger komt en die ergens de straat open gaat en die kabel gaat stuk, ja. Dan kun je dus gewoon die kabel even uiteindelijk isoleren en dan ga je het ene gedeelte kun je gewoon weer aanzetten en dan het tweede gedeelte ga je dan van de andere kant aansluiten. En dan zeg maar terugvoeden. En dat kun je heel snel doen, binnen een half uurtje of zo. Ja. En dan kun je dus diezelfde dag weer licht hebben in je woonwijk. Maar in feite dus een hele dure oplossing qua materiaalgebruik om de zekerheid te kunnen garanderen. Het is niet zo heel erg duur, want uiteindelijk, als je kijkt, die kabels, ja, als je in een bebouwd gebied bent, ja, die kabel die gaat ergens naartoe, maar ja, om dan een paar kabels uiteindelijk weer samen te voegen, heb je nog een paar metertjes nodig. Ja. Het is wel een investering om dat te kunnen doen, maar juist in echt bebouwde gebieden is het niet zoveel extra kabel om dat te doen. Okay. En daarom wordt dat wel gedaan, gewoon dat je, ja, niet dan een week wachten moet of zo, ja, tot je weer licht hebt in je wijk. Ja. Maar natuurlijk, dat is niet overal zo. Als je zeg maar in buitengebieden bent of zo, daar heb je dat niet. Want daar zou het heel duur zijn en daarom, ja, wordt het daar dus niet gedaan. Ja, en ja, daar duurt het wel eens wat langer als een lantaarnpaal uitvalt. Precies. Ja. Om die reden, ja, oké. Okay. Maar goed, dat was de oorspronkelijke reden in het ontwerp van hoe het er lag. En toen lag het er 50 jaar en toen was de vraag, ja, spitten we het eruit en leggen we een nieuw ding of gaan we wat er ligt op een andere manier inzetten? En daar was eigenlijk het project op gericht om uit te zoeken, kan dat? Precies, dus uiteindelijk was de vraag van wat kunnen we daarmee precies? Ja. En om even bij die vermaaste structuur te blijven. Het ene verhaal is natuurlijk dan wat kan er aan deze, daar komen we misschien zo even op. Maar om bij die vermaaste structuur te blijven is als we zeg maar in principe zo'n vermaaste structuur hebben opgebouwd. Is dus de vraag, ja, kunnen we die misschien nog extra gebruiken? En wat we dus bekeken hebben is, dat heb ik al destijds toen ik nog op de TU Delft zat in mijn PhD-onderzoek. Destijds hebben we daar al naar vermaaste DC-netten gekeken en gekeken, oké, okay, wat zou je daarmee nog extra kunnen? En uiteindelijk kun je dus als je dat net, zeg maar, als je die verbinding zou sluiten, heb je meer mogelijkheden in het net om energie naar een bepaald punt te brengen. Wat is de basisoorzaak daarvan, dat kan? Uiteindelijk heb je niet alleen één weg, één kabel, gewoon één pad, maar er zijn meer manieren om naar dezelfde locatie te komen. Dus als je op één plek meer energiebehoefte hebt, dan kun je dus over meer kabels naar diezelfde plek komen. Waardoor het totale vermogen toeneemt. Potentieel toeneemt, precies. Dus in principe zou je kunnen zeggen, als je die kabel van twee kanten kunt voeden, dan kun je dus dubbel zoveel vermogen in principe op die kabel zetten. In de praktijk, als je het gewoon alleen maar vermaast, is dat wel beperkt, want je hebt nog altijd gewoon de wet van Ohm, zeg maar, die bepaalt waar hoeveel stroom in een elektriciteitsnetwerk doorheen stroomt. Dat is gewoon les 2 uit de elektrotechniek. Precies, maar dat betekent dus dat je niet per se echt twee keer zoveel stroom gewoon vanzelf kunt krijgen op één plek, want er gaat altijd meer stroom door de kortere weg. En daar hebben we dus dan als een vervolgproject hebben we het FlexDC-project met ondersteuning van RVO en het ministerie van Economische Zaken gedaan om dan een power flow control converter te ontwikkelen. Die zeg maar die impedantie of die weerstand in het net zeg maar kon compenseren. Zodat je wel op die ene kabel echt twee keer zoveel stroom zou kunnen krijgen. Ja. Maar dat is dus eigenlijk pas nodig als je echt naar het limiet moet gaan, zeg maar. Want je echt zoveel verbruik zou willen hebben.
ja, dus die Powerflow converter, die zorgt er eigenlijk voor dat de, zeg maar, de natuurlijke wortel 2 extra die je over het net kunt sturen, dat die verhoogd wordt. Of meerdere van die controllers. In principe... nou, het gaat niet per se om alleen die wortel 2, maar het gaat gewoon dat je van twee kanten de kabel kan voeden en echt twee keer zoveel vermogen erin kunt duwen, zeg maar, op het begin van de kabel. Ja, maar dat is de standaard, als het ware. Dat kan altijd, zeg maar. Maar dan heb je met die converter, doe je nog veel extra's. Nee, dus eigenlijk met die converter zorgen we ervoor dat we echt op de andere kant ook zoveel krijgen. Want normaal gesproken zou je dus niet evenveel vermogen van de andere kant van de kabel krijgen. Want die spanning is een beetje lager en dan gaat dus misschien 2/3 van de stroom door de ene kant en 1/3 van de andere. Maar dat betekent dus dat je eigenlijk 50% of zeg maar een derde eigenlijk meer zou kunnen hebben dan wat je dan hebt. Ja. Maar wat je zei in die presentatie, dat je daardoor controle van de impedantie kreeg. Maar is het controle of is het sturen? Wat is het precies? Er zijn verschillende manieren hoe je erover kunt denken. In principe kun je die converter zo instellen dat hij gewoon, zeg maar, een negatieve impedantie maakt. Dus dat hij gewoon die weerstand van die kabel gewoon ongedaan maakt. Maar hoe werkt dat? In principe kun je gewoon meten hoeveel stroom er door die kabel gaat. Ja. En dan zeg je, oké, en dan weet je, oké, die kabel die zal zoveel weerstand hebben. Dus er zal zo'n spanningsval komen. En dan ga je met die converter het negatieve daarvan invoegen. Mm-hmm. En daardoor kun je dus dan, zeg maar, gewoon, zeg maar, kabel maken die naar buiten zoals uitziet alsof die geen weerstand heeft. Ja, ik begrijp het nog niet helemaal, want die weerstand die je meet is een soort natuurkundige eigenschap van die kabel. Hoe los je die dan? Want het klinkt als een soort tegengif. In principe, die weerstand die blijft er gewoon. Ja. Maar je maakt, zeg maar, de spanning een beetje hoger. Ja. Zodat je die spanningsval, zeg maar, compenseren kunt. Ja, dus het is niet echt... Die weerstand die blijft er wel. Ja, dat wou ik zeggen, ja, precies. Maar je maakt de spanningsval zoveel hoger dat die effect van die spanningsval naar buiten niet meer zichtbaar is. Ja. Natuurlijk wel, je hebt nog altijd verliezen. Ja. Die gaan niet weg. Maar daardoor kun je dus wel uiteindelijk de stroom in een kabel controleren. Ja. Ja. Ik weet niet of die vergelijking klopt, maar ik gooi hem er toch in. Ik moet denken aan als je een polderlandschap hebt met allemaal slootjes. He, dan stroomt het water ook vanzelf naar de laatste plek in feite. En dan kun je tussendoor pompen neerzetten om die stroomsnelheid te verhogen. Is het hetzelfde idee? In principe precies, zeg maar, als je dan twee slootjes hebt en de ene is een beetje langer dan de andere. Ja, dan zou je dus, het gaat meer door die korte sloot, maar misschien gaat er niet genoeg daardoorheen. Dan kun je een pompje zetten in een lange sloot die één keer rond het weiland moet gaan. Ja. En daar het niveau een beetje verhogen. En dan gaat dus, kun je dus evenveel stroom water, zeg maar, de andere sloot door laten gaan. Ja. Hey, en is dat, bereken je dan van tevoren waar zo'n converter komt? Of is dat empirisch vast te stellen? Dat hangt een beetje vanaf. Hoe wij het nu zien is dat je in het begin, zeg maar, dat zonder dit soort converters wil eerst even beginnen. En dan ga je kijken van oké, Wat gebeurt er en waar zou je echt meer vermogen willen hebben op één locatie. Ik denk dat als we, misschien daar komen we zo nog even van, wat willen we dan allemaal met dat vermogen gaan doen. Ik denk dat je dus eerst begint en dan als dat vermogen tijdens de energietransitie meer wordt, dat je dan, zeg maar, stap voor stap kunt kijken, nu is het misschien interessant om zo'n powerflow converter daar nog te plaatsen, zodat we dus echt dat mogelijk kunnen maken. Dat vraagt natuurlijk wel dat je een soort
congestion management hebt. Zodat je niet over die limietjes gaat. En dat is denk ik in het algemeen ook een heel belangrijk punt. Is dat we, als we echt naar de limietjes van de infrastructuur willen gaan, dan moeten we ook controle erover hebben dat we er niet overheen gaan. En in het voorbeeld wat we net aanhaalden, is dan de limiet bijvoorbeeld de breedte van een sloot. Ja. Daar kan nooit meer water door dan die breedte. Dat is... Ja, precies. Want anders zou die over de dijk gaan of zo. Precies. Ja. Maar des te dichter je bij het randje zit, zeg maar, des te preciezer wil je controleren dat je er niet overheen gaat. Ja. En als je daar geen controle over hebt, dan wil je liever nog een meter eronder blijven. Want anders, je weet maar nooit. En hoe komt het dat je dat voor een deel proefondervindelijk moet vaststellen en niet kunt berekenen? Is dat gewoon nog een stukje onbekendheid in hoe het werkt? Of? In principe kun je het prima berekenen als je aannames maakt van wat er gebruikt gaat worden. Maar we weten natuurlijk niet precies... wie hoeveel elektriciteit gaat vragen in de toekomst en wanneer precies. Ja. Dus uiteindelijk, en misschien als we het even over hebben van wat zouden we met die openbare verlichtingsnetten kunnen doen, is wat we dus gezien hebben, dat we dus elektrische auto's kunnen laden. Ja. En dan is dus gewoon de vraag van in die woonwijk of in die straat. Dat is je tweede hint al om die kant op te gaan. Dus laten we dat De vraag is, wie krijgt wanneer een elektrische auto? En dat weet je natuurlijk niet precies van tevoren. Kun je wel schatting over maken, maar wat er dan precies gebeurt, weet je niet. Maar uiteindelijk, als iedereen in die straat een elektrische auto heeft, misschien moet je dan wel die power flow control converter hebben. Maar dat kan dus of in 3 jaar of in 5 jaar gebeuren. Ja, en dan wil je liever nog even wachten om te zien, is het daar echt nodig? Of, je kunt wel aannames doen over het toekomstige gebruik, maar het echte gebruik zal anders zijn. En dat maakt dat je dan weet welke converters je echt nodig hebt. Precies, En op welke plek en noem maar op. Oké, dat snap ik. Ja, dus dat is het eerste punt, hè? Het beter gebruik maken van de huidige infra. En uit het onderzoek kwam, je kunt die draadjes die in de grond liggen nog wel een rondje laten doen als je ze anders inzet. Dat was de conclusie. Dat is een... Dat over die kabels, daar heeft CityTech naar gekeken. En die hebben metingen gedaan naar die kabels. Hoeveel lekstroom er is en dat soort dingen. En het blijkt dat die kabels nog wel best goed zijn. Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk, weet je natuurlijk niet precies hoe lang die nog meegaan. Maar ze zitten er al. Dus het kost ook niet veel extra om die nog even mee te laten gaan. En of het dan 10 jaar, 20 jaar of nog eens 50 jaar is... Ja. Dat is onbekend. Maar als je niet nieuwe kabels doet, dan heb je nu sowieso de kosten. Ja. Of je nou in 20 jaar nog die kosten hebt of in 50 jaar, maakt ook niet zoveel uit. Dus het is altijd beter dan nu al die kosten te hebben. Ja. Wat verwacht jij? Want zonder dat je dat helemaal misschien kan onderbouwen, maar wat verwacht jij? Hoe lang kan dat? Het hangt heel erg vanaf van wat voor type kabel het is. Als je ook naar de praktijk kijkt, je hebt nu nog heel veel kabels die zijn al misschien 100 jaar oud, ergens in de binnensteden van Amsterdam of zo. Ze slijten en, toch eigenlijk niet als ze daar liggen? Als het goed komt, niet. Dus het kan wel. Het kan natuurlijk wel. Dus uiteindelijk moet je dan gewoon van geval naar geval bekijken. Maar dan kom je meer op de zwakke plekken terecht. Verbindingen, plekken waar het nat is. Wat dus CityTech wat zij dus gezien hebben, is dat het vooral de moffen zijn waar je vaak problemen krijgt. Dus niet eigenlijk de kabel zelf, maar waar een andere kabel aangesloten wordt. Ja. En dus zij hebben een paar projecten gedaan waar ze dus dan specifiek gewoon gekeken hebben. Ze hebben die kabel gemeten en dan hebben ze gezien, er zijn een paar problemen. En dan hebben ze die aansluiting, die moffen zeg maar, vervangen. Ja. En dan hebben ze gezien, die kabel die kan nog prima mee. Ja. Maar uiteindelijk is dat altijd een... heb je een beetje risico, een afweging van ga je al die dingen repareren en uiteindelijk hoop je dat het dan allemaal opgelost is, maar misschien heb je er nog één gemist die nog niet goed is en dan moet je nog verder zoeken. Ja. Maar er is een enorme discrepantie tussen technische levensduur en economische levensduur en met een paar simpele technische ingrepen kun je waarschijnlijk
nog een forse slag maken met diezelfde kabels. Dat is, ja. Dat is eigenlijk het verhaal. Oké, okay, ja. Dus dat is zeg maar de eerste punt van de conclusie. Hè? De beter gebruik van de huidige infra. Het tweede punt is, dus die capaciteit neemt toe. Dat hebben we ook al aangeraakt. En dan was in jouw presentatie ook dat die capaciteit toeneemt. Specifiek bij lange afstanden. Precies. En dat is heel belangrijk. In het algemeen is natuurlijk bij DC heb je meer vermogen wat je door diezelfde kabels kunt doen. Want de spanning altijd zeg maar op de piek kan zijn. En bij AC gaat die altijd naar beneden en dan weer omhoog. En dus daar heb je altijd, deze is altijd beter in die zin, maakt beter gebruik van materiaal dan AC. Maar in dit geval hebben we iets interessants gezien, wat het verschil nog veel groter maakt. En dat is dat je bij dit soort installaties, uiteindelijk moet je gaan kijken van in AC. Heb je dus in de NEN 10, in de installatienormen, heb je zeg maar specificeerd van als er iets fout gaat, als er zeg maar een kabel een kortsluiting maakt met de lantaarnpaal bijvoorbeeld. Dan is er vastgelegd van hoe lang mag het duren totdat de zekering eruit vliegt en het niet meer gevaarlijk is voor mensen. En die tijd is vastgelegd op 400 milliseconden. Dus als er iets fout gaat en die kabel aan de lantaarnpaal komt, dan mag het maximaal 400 milliseconden duren totdat de spanning van die lantaarnpaal eraf is, doordat de zekering dus eruit vliegt. En nu is het zo dat in AC heb je bij die lange kabels, zeg maar zo, uiteindelijk voor openbare verlichting heb je kilometers aan straten die wil je overal lantaarnpalen neerzetten. Dus eigenlijk wil je zo liefst mogelijk hele lange kabels doen, dat je niet zoveel aansluitpunten moet doen. Maar uiteindelijk, praktisch, zijn die kabels meestal zo rond de 500 meter lang. Want wat blijkt is dat je, dus als je zo'n lange kabel hebt, uiteindelijk krijg je veel inductiviteit in die kabels. En daardoor krijg je in AC bij een kortsluiting krijg je vrij weinig kortsluitstroom. Dus wat ze dus moesten doen toen ze die kabels, als je die kabels aanlegt in een AC-net, is dat je eigenlijk een veel dikkere kabel moet nemen dan er eigenlijk nodig zou zijn voor die stroom die je nodig hebt. Want openbare verlichting heeft niet veel elektriciteit nodig. Maar voor het geval dat er een aardfout of zeg maar een kortsluiting tussen je fase en de lantaarnpaal komt, moet je snel genoeg hoge kortsluitstroom krijgen, zodat die zekering er snel genoeg uitgaat. Ja. Dus wat je nu in dit geval van de Zoetermeer hebt, is dat daar hebben ze 10 ampère zekeringen op een 10 mm kwadraat koper kabel. En normaal gesproken met 10 ampère kun je wel met zeg maar een 1,5 mm kwadraat aderdoorsnede koper kun je wel uit de voeten. Dus uiteindelijk heb je zeg maar gigantische, enorm veel meer koper eigenlijk in de grond dan je technisch alleen voor de stroom nodig zou hebben. Ja, maar die voor de veiligheid, hè, wat toen met de stand van de techniek toen redelijk argument was. En toen was koper ook minder schaars dan nu. Maar ik weet even niet, 10 mm en 1,5 mm, hoeveel procent is dat? Dat is een, wat is dat? Geen idee, een 5-6 keer zoveel of zoiets. Kun je dat zo delen op elkaar? Precies, dus jij hebt eigenlijk zeg maar 6 keer zoveel koper in de grond dan je eigenlijk nodig zou zijn misschien. Dus kun je of 6 keer zoveel ermee doen, of 6 keer minder kabel, koper gebruiken. Precies, en uiteindelijk is het nu nog altijd zo, als je nu een nieuwe kabel, een nieuwe openbare verlichting neerlegt op AC, moet je dat nog altijd doen. Dus op AC moet je nog altijd 6 keer zoveel koper in de grond doen dan het eigenlijk nodig zou zijn. Dan is natuurlijk wat er nog bijgekomen is voor de LED-verlichting, is dat het energieverbruik natuurlijk nog eens heel veel omlaag is gegaan. Ja. Maar je moet nog altijd die dikke kabel hebben, want anders krijg je nog altijd niet genoeg kortsluitstroom, zodat de zekering binnen 400 milliseconden eruit vliegt. Als we helemaal aan het eind van die kabel
een fout is naar de lantaarnpaal. En nog even een keer samengevat. En als je dus datzelfde trucje met DC uithaalt, wat toch al op LED-verlichting draait, heb je en minder stroom nodig. Waardoor de kabel al dunner wordt. Maar ook vanwege die veiligheid heb je nog een dunnere kabel nodig. Dus het is een soort dubbelop effect. Dus ja, precies. Dus uiteindelijk in AC heb je wel minder stroom nodig. Maar de kabel moet nog altijd even dik blijven vanwege die veiligheid. Ja. In DC zou je dus dan kunnen zeggen, als je een nieuwe kabel legt, ja, dan kun je die dus dunner maken. Ja. En, maar ook langer maken. En dat wordt veel gedaan. CityTech heeft heel veel projecten daarmee gedaan. Van hele lange projecten tot wel 4 kilometer kabel. Ja. Ja. En de reden daarvoor is hoezo dat in deze wel gaat, is want in deze niet met mechanische of met zekeringen beveiligd wordt, maar elektronisch. Ja. En elektronische beveiliging is veel sneller, zodat je nooit in de problemen komt die je in de AC zou hebben. Dat het dus meer dan 400 milliseconden zou kunnen duren. Maar daar zit je normaal gesproken in de microseconden dat het afschakelt. En daarom is dat dus niet meer een limit. Dus het wordt niet in zichzelf veiliger, maar doordat je elektronisch kunt afschakelen, wordt het veel sneller en daardoor veel veiliger. Precies. Ja. Dus je kunt eigenlijk even nadenken. Je kunt dan in nieuwbouwsituaties nadenken over wat heb ik nodig. En dan kun je met ontzettend veel minder materiaalgebruik dezelfde toepassing aanleggen. Of je kunt met veel meer kabel of met dezelfde hoeveelheid kabel veel meer toepassingen bieden. Dat zijn de keuzes die je hebt. Precies. En bij bestaande situaties kun je alleen het laatste doen. Precies, en dus dat hebben we dus in die case study voor de gemeente Zoetermeer gedaan. Dat we gewoon gekeken hebben met die kabels die in de grond zitten. Dat zijn dus die 10 mm kwadraat koperkabels. Ja. En daar kun je dus gewoon in plaats van 10 ampère, kun je daar dus gewoon zeg maar een 63 ampère of 80 ampère doorheen laten. Ja. En dat is gewoon gigantisch veel meer. Dus zo krijg je dus in dit geval tot wel 10 keer zoveel vermogen die je met deze op die kabel kunt doen. Nog los van het feit dat die kabels nu overdag niks staan te doen als het licht is. Dat is ook zo, maar uiteindelijk is het energieverbruik van die LED-verlichting zo weinig vergeleken met wat er kan. Ja. Ja. Dat maakt eigenlijk helemaal niks meer uit. Nee, dan praat je over een paar procent eigenlijk van het gebruik van het maximale vermogen van die... Precies. Ja. Dus dat is echt precies. En dus eigenlijk gaat het hier om infrastructuur, om kabels die al in de grond liggen. Ja. En die dus nu gewoon bijna niet gebruikt worden. En waar we dus echt heel veel vermogen in die straat krijgen. En wat we dus bekeken hebben is in dit geval kun je dus op zo'n kabel, als je dan ook van twee kanten gaat voeden, tot wel 90 kilowatt aan vermogen op zo'n kabel krijgen. Ja. En dat is wel dan uiteindelijk helemaal aan het einde, als je zeg maar met een powerflow controller ook kan werken, zodat je dus echt twee keer de maximale stroom van die kabel binnenkrijgt. Ja. Maar dat is wel best veel. En wat we dus dan is dus de vraag, wat doe je daarmee? Wat kun je daarmee? En op de ene kant kun je natuurlijk heel veel zeg maar smart city dingen doen. Dat zeg maar, als je sensoren moet plaatsen of al dat soort dingetjes. Maar daar wordt niet veel stroom voor gebruikt. Of niet veel energie voor gebruikt. Maar wat dus nu ook één ding is wat echt in de energietransitie komt, is elektrische auto's. En die moeten allemaal geladen worden. En als je kijkt waar lantaarnpalen staan, die staan precies in een woonwijk naast de parkeerplekken. En dus wat we als een hele interessante oplossing gezien hebben, is dat als we een DC-DC laadpaal hebben die dus aan een bestaande lantaarnpaal geschroefd kan worden en op dat bestaande net kan aangesloten worden. Dat is dus gewoon een hele woonwijk
met elektrische laadpunten kan verzorgen. En in praktisch geval, als je is even goed om het praktisch te zien, als je dus lantaarnpalen aan één kant van de straat hebt. Het is altijd een beetje verschillend per woonwijk, maar als je dus aan één kant van de straat lantaarnpalen hebt en dan parallel parkeert, dan kun je dus, die lantaarnpalen zijn normaal gesproken alle 25 meter of zo, dan heb je eigenlijk, kun je dus per lantaarnpaal twee auto's opladen en dan heb je twee parkeerplekken waar je niet naast de lantaarnpaal staat en dan weer twee die aan de volgende lantaarnpaal hangen. Dus eigenlijk kun je dan tot 50% van de parkeerplaatsen elektrificeren. Ja. En dat is wel... En ook nog in een groeimodel. Ja. Want je hoeft dat niet in één keer te doen. Je kan per lantaarnpaal besluiten, ik plug dat eraan, zeg maar. Precies. Dus en het interessante hierbij is dat je, ook als je naar de kosten kijkt, wat heel duur is, op de ene kant hebben we gewoon gesproken over die kabel. Ja, als je die niet moet vervangen, dat scheelt materiaal en koper. Maar uiteindelijk, wat ook heel duur is, is gewoon het werk en de hele straat open doen en dan weer een nieuwe straat dicht doen en zo. En dus wat je in dit geval dus zou kunnen doen, is dat je gewoon dat net omzet op DC, dan moet je wel aan het begin en aan het einde AC-DC converters neerzetten. Of zeg maar tenminste aan het begin, in het begin. En precies, en als je dat voorbereidt, dan kun je daarna dus stuk voor stuk kijken, als er meer elektrische auto's in die woonwijk komen, stuk voor stuk meer laadpalen aan die lantaarnpaal schroeven. En je hoeft dus niet onder de grond iets te veranderen. Ja. En die laadkastjes, zeg maar, bestaan die al? Die zijn er nog niet. Tot nu toe heb je DC-laders, daar heb je vooral fast chargers. En eigenlijk waar je het mee moet vergelijken zijn de DC wallboxes die je voor thuis hebt om sneller thuis op te laden. Maar die hebben een wisselspanningsingang. Ja. Want tot nu zijn er nog niet zoveel DC-netten. Nee. Daarom zijn wij ermee begonnen om dus een DC-DC-lader te ontwikkelen die zowel DC aan de uitgang heeft, maar ook de ingang aan de autokant DC is. Ja. Ja. Er zijn wel ook andere bedrijven die hiermee al aan het ontwikkelen zijn om dus op een DC-net elektrische auto's te kunnen laden. Ja. Dus dat is, maar dat is iets wat nu nieuw komt. Ja. Ja, want dan heb je het niet per se over fast charging. Nee, en dat is heel belangrijk om daar duidelijkheid over te hebben. Het gaat niet om snel laden zoals langs de snelweg. Nee. Want dat gebruikt in hele korte tijd heel veel vermogen. En dan belast je andere gebruikers in feite. En uiteindelijk zou je daar misschien één zo'n snellaadpunt zou je daar neer kunnen zetten van zo'n 50 kilowatt of zo zou wel kunnen. Maar dat is wel een klein snellaadpunt vandaag. Maar uiteindelijk als je erover nadenkt in een woonwijk, de meeste auto's die daar staan, die staan daar overnacht. Dus dan heb je ruim de tijd om op te laden. Dus eigenlijk heb je het helemaal niet nodig om snel op te laden daar. Net als bij je werk. Precies. Ja. Ja, dus uiteindelijk heb je, wat wij nu zien is als je zeg maar een 5 kilowatt charger hebt, dan normaal gesproken voor de normale gebruik kun je zeg maar in 50 kilometer kun je in 2 uur opladen. En dat is normaal gesproken genoeg, maar dus je hebt dan maar 2 uur nodig om te laden en je hebt de hele nacht tijd. Ja. Dus er zit heel veel flexibiliteit bij. Ja. En dus je kunt ook best, als je even ver weg was een dag, dan kun je ook veel meer nog laden. Ja. Maar gemiddeld is dat zeker prima. Ja. Ja. En dat zat denk ik buiten de scope van dit project, maar dat weet ik niet zeker. Maar hoe verreken je dat? Dat is een goede vraag. Uiteindelijk is dat wel nog niet, moet dat nog goed uitgezocht worden van hoe dat mag en hoe dat kan. En uiteindelijk is ook de challenge die je nu hebt, zeg maar, dat net van de gemeente is. Maar uiteindelijk is dus de vraag van wie gaat dat precies doen? Mag dan de gemeente zelf dat aanbieden of moet de gemeente daar een openbaar net van maken en mag daar dan iedereen op dat gelijkspanningsnet dingen gaan doen met een aansluiting? Tot nu toe hebben we ook nog geen DC-meters waar je dat goed mag afrekenen en zo. Mm. Dus daar zijn nog wel dingen die moeten gebeuren om dat realiteit te maken.
Dus wat we in het begin gewoon eerst even bekeken hebben van technisch, is het gewoon heel erg interessant voor de energietransitie. En er zijn zeg maar en 40% van de openbare verlichtingsnetten in Nederland zijn op deze manier gebouwd. Dat het gewoon aparte netten zijn die onafhankelijk van het AC-distributienet zijn. Vooral gemeentelijk, hè, geloof ik. Precies, en die dan van de gemeente zijn, precies. En uiteindelijk is dan dus nu de vraag van, ja, hoe pakken we dit potentieel aan en hoe kunnen we dat realiseren? Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel precies de vraag van, en dan komt natuurlijk bij van, dan moet je ook congestion management doen, moet je een smart gaan chargen, dat niet iedereen tegelijkertijd gaat laden en dat je gaat dus kunt kijken dat je onder die capaciteitslimieten past. Ja. Want je wilt natuurlijk wel naar die limietjes gaan, maar dan moet je natuurlijk wel goed altijd kijken dat je niet er overheen gaat. Ja. Ja. En is in dit project ook meegenomen PV invoeden? Niet direct binnen dit project, maar dat is wel iets waar we aan werken voor opladen in de straat. Is dat niet per se altijd handig, want die auto's die staan daar normaal gesproken 's nachts. En 's nachts heb je geen zon. Maar je kunt in principe wel overdag natuurlijk dat net gebruiken om die PV de wijk uit te krijgen. Nee, en je kunt bedenken een paar batterijen erbij. In principe zou dat wel kunnen. Maar wat uiteindelijk daar veel handiger zou zijn, als je dus gaat kijken waar zijn die auto's overdag. En dan die auto's direct overdag zou kunnen opladen. En dat is in sommige gevallen, in best veel gevallen, zijn die auto's op werk. En dus uiteindelijk daar zou het dan interessant is het nu interessant om gewoon te zeggen, ja, we gaan de hele parkeerplek plaatsen gewoon overkappen met zonnepanelen. En zonnepanelen die maken ook gelijk spanning. En wat nu gedaan wordt, is dat je gewoon een inverter hebt, wisselspanning ervan maakt en dan een wisselspanningslaadpaaltje neerzet en dan gaat de auto weer gelijk spanning ervan maken. Maar uiteindelijk waar wij naartoe willen is dat je dus direct van gelijkspanning van de solar converters het maximale powerpunt kunt tracken, zodat je het meeste energie eruit krijgt, maar dan naar een gelijkspanningsnet gaat. En dan dus die DC-DC chargers hebt en dat dus direct van de zon overdag die auto's kan opladen. Ja. En dan ook... Dat is het meest efficiënte, hoe je het ook went of keert. Hè? Dan... Uiteindelijk is dat het meest efficiënte, want dan kun je direct de auto instoppen. Als je eerst naar een andere batterij gaat en dan weer uit die batterij eruit moet halen, is nog altijd handig om dat in DC te doen, want dan moet je nog niet naar het AC-net gaan en dan weer terug. Mm-hmm. Maar je gaat nog altijd naar een andere batterij en dan weer terug. Maar dat kan in sommige gevallen wel handig zijn. Ja. Maar het is beter om direct die auto van de zon op te laden. En het voordeel daarvan is, en daar zijn we nu heel sterk mee bezig om daar naartoe te werken, is dat je dus die challenges met de regelgeving niet hebt. Want als je gewoon bij jouw werk oplaat, dan kan je gewoon het bedrijf zeg maar kan zeggen, hey, we gaan die zonnepanelen daar neerzetten. In het beste geval hebben de medewerkers auto van het bedrijf, kan het bedrijf zeggen, hey, we gaan nu elektrische auto's kopen en die gaan allemaal hier op DC laden. En dan heb je daar dus helemaal geen problemen met van wie is nou die laadpaal en wie moet hoeveel betalen en zo. Maar dat zou je gewoon als bedrijf kunnen regelen. Er zijn dan nog wel een beetje vragen van hoe is dat dan met privéritten en dat soort dingen. Maar in principe om zeg maar dat project op te zetten, dat zou gewoon kunnen. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, de beperkingen om dat te gaan doen, zijn niet van technische aard. Die zijn vooral juridisch, financieel. We moeten wel nog een beetje technische ontwikkeling doen en de producten echt commercialiseren en zo. Ja. Maar dat denken we wel dat we dat kunnen. Dus precies. Ja, oké. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiting van dit gesprek. Ik wil je hartelijk bedanken voor je uiteenzetting. Graag gedaan. Dankjewel.